Tegen Sparta speelde Luciano Slagveer alweer zijn 100ste eredivisie-duel in het shirt van Heerenveen. Hij kreeg daarom afgelopen weekend een mooi aandenken uit handen van Luc IJzinga. Ik weet nog een moment dat ik mijn debuut maakte en afgelopen zaterdag is allemaal snel gegaan en ik hoop dat ik er nog veel mag spelen. Ja, en je bent eigenlijk nog best wel jong om al zoveel te gespeeld te hebben voor deze club. Voel jij ook echt nog een jongen van de club? Wel een jongen van de club. Alleen ik voel me niet meer jong. Er zijn spelers die zijn veel jonger. Ik denk dat ik de meeste wedstrijden voor Heerenveen heb gespeeld in de selectie. Dus qua dat ben ik de meest ervaren in de selectie. Maar ik voel me zeker wel een jongen van de club nog. Ja. Luciano maakte in 100 duels 20 treffers. Dit zijn volgens hem zijn 5 mooiste momenten. Durusic, niet zijn beste wedstrijd gespeeld en Slagveer is zeer snel en maakt zijn debuut, 19 jaar. Zit bij de selectie omdat de Ridder wat last heeft van zijn keel en van zijn nek. Een echte rechtsbuiten Slagveer. We speelden tegen PEC Zwolle, stonden 0-1 voor. En ze weten dat ik, trainers op dat moment wisten dat ik veel met mijn man meega, dat ik vanuit mijn taak speel. Dat was toen mijn opdracht om Asante was het toen, die ging veel naar voren en om hem af te stoppen. Ja. Slagveer 1-1 met Van Peppen. Slagveer. Oh! Achterloos in de kruising geschoten door Luciano Slagveer en 2-0 voor Heerenveen. Dit is wellicht misschien wel de mooiste goal die je hebt gemaakt in de Eredivisie? Ik denk als je puur naar het doelpunt kijkt, één na mooiste die ik heb gemaakt in de Eredivisie. Ik zag dat de keeper een beetje voor zijn goal stond en de verdediger dacht dat ik op snelheid langzaam wou, dus hij gaf me een beetje ruimte. Die twee dingen bij elkaar was denk ik de beste optie om te schieten en dat deed ik en hij viel mooi binnen. Van Anholt. Schot mislukt en nu ligt het open. Mislukt schot van Anholt en Manu is weg. Manu naar de 2-0. Manu naar de 2-0. Nee, Noordveld. Ja, ik zag dat de bal naar Manu ging en Manu had veel ruimte. En het enige wat ik dan denk is zorg dat die bal er niet in gaat en zo snel mogelijk terug. En als ik hem eenmaal op gang ben, dan ben ik niet meer te houden. En, ik ging volle speed, zeg maar, ging ik naar Manu toe en op een gegeven moment kapte hij me uit. Maar ik heb het wel, daarvoor had ik het dus al lastig gemaakt voor hem om te scoren. Hij had niet helemaal vrije doorgang en vervolgens maak ik één hoek denk ik voor hem onmogelijk om te schieten en Noordveld pakt de andere hoek. Dat was trouwens al in de verlenging was dat al, dus iedereen was vermoeid en dat was voor mij een belangrijk moment denk ik in mijn 100 wedstrijden. Harting draait de bal, dan wordt leek het even Hens gemaakt, dan gaat die bal in de verre hoek en zit hij er wel in. Heerenveen komt op voorsprong en waar het hem 2 keer eerder niet lukt is het nu Luciano Slagveer die wel zorgt voor 0-1. Afgeslagen corner en ik sta op de 16 en Timo Klomper die zegt altijd tegen mij dan moet je geen risico's nemen. Dan moet je of moet hij in de derde ring komen of je schiet hem erin, maar in ieder geval geen risico's nemen daar, want dan komt de tegenstander met de counter. En de bal kwam met een stuit op me af en ik dacht ik neem hem in 1 keer. En die viel denk ik hartstikke mooi binnen daar bij de eerste paal, de kant waarvan de corner werd genomen. Ja, en het was voor mij een belangrijk moment omdat ik toen al een tijd droog stond qua doelpunten. En Ajax uit, en als je daar scoort is altijd mooi, dus dat is een mooi moment. Goed, het veld beter gemaakt en dus het gat getrokken. Dijks kan daar in opstomen. Helemaal Krini met de sliding. Dijks ligt geblesseerd op de grond. Daarachter komt Slagveer en die scoort. Dit was mijn eerste eredivisie goal.
En ja, de derby weer sinds tijden. En ja, dat ik dan de openingsgoal mag maken. Mijn eerste Eredivisie goal, ja, dat was een geweldig gevoel. Ja, een moment om niet te vergeten is dit. 100 wedstrijden gespeeld. Ik denk, hele mooie rij aan momenten hebben we net gezien. Wat zie jij nog graag voor een moment hier tussenkomen? Heb je daar gedachten bij of dromen bij? Heel veel doelpunten nog en heel veel mooie momenten. Maar ja, wat dat is, dat zullen we zien. Ik heb nog sowieso een half jaar contract hier. En in dat half jaar wil ik zoveel mogelijk doelpunten maken en zo belangrijk mogelijk zijn voor het team. En mooie momenten met Heerenveen meemaken.